Dit jaar willen wij werken aan het beter faciliteren van de transportsector, zegt minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Na de machtsovername besloot de regering dit ministerie opnieuw in te stellen, waardoor ook het beleid opnieuw moet worden uitgezet. De bewindsman typeert de eerste maanden dan ook als turbulent, mede door de COVID-19-pandemie. En dus van daaruit weer alles weer gaan aanpakken qua beleid, strategische aanpak, short-term, long-term doelstellingen die geformuleerd zijn. En we moeten verder. We kunnen niet blijven hangen in wat niet goed is gegaan. We moeten nu wel blijven doorpakken en gaan denken in mogelijkheden, in kansen creëren voor onszelf. Blijven we hangen in het verleden, dat helpt niet. We moeten gaan focussen op de kansen die Suriname heeft. Binnen de regio, op elk beleidsgebied, op transport, communicatie en op het gebied van toerisme. COVID heeft het toerisme eigenlijk helemaal op zijn kop doen gaan, maar we geven niet op. Ook daar zijn we bezig met alle actoren om zaken goed in place te zetten en te krijgen, zodat wij het beleid op korte termijn en op lange termijn met de nieuwe ontwikkelingen, dat wij die verder kunnen uitrollen. En ja, het is uitdagend, maar ook leerrijk. Maar bovenal de touch en het gevoel dat je mag werken voor land en volk. De bewindsman geeft verder aan dat voor de komende maanden zal worden gewerkt aan verschillende projecten. De verbindingen die gemaakt moeten worden. Vorig jaar hebben we al een open sky gesloten met Guyana. We gaan verder om Suriname verder te ontsluiten. Maar ook op maritiem gebied moeten we gaan kijken wat De geografische ligging van Suriname beter gaan benutten, beter gaan de industrieën naar hier toe gaan brengen. Maar dat vergt dus ook heel veel samenspraak, overleg met andere ministeries, economische zaken, financiën, om het maritieme, dat gedeelte, dat beleidsgebied verder te ontwikkelen. Het baggerproject ligt er nog en dat moeten we verder gaan oppakken, zodat we weer hier de grote schepen binnen kunnen krijgen, waardoor de goederen hier ook goedkoper kunnen worden. Maar dat zijn allemaal investeringen, dus die gepleegd moeten worden. Maar die komen eraan. We moeten het doen, zeker voor de samenleving, want we kunnen niet op deze manier verder. En op het gebied van toerisme moeten we dus gaan kijken met het nieuwe normaal. En er is een toerismewet, al dat soort zaken, randvoorwaarden moeten in orde gemaakt worden. En een toerismeautoriteit in leven roepen, zodat wij vanuit goed en behoorlijk bestuur iedere organisatie erbij betrekt om hierin een bijdrage te leveren. Dat is dus minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme in een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op wat zijn ministerie en de regering willen bewerkstelligen in het jaar 2021.